ons land staan 24 uur per dag meer dan 1400 mensen klaar om mensen en dieren in nood op het water te redden. En dit doen ze niet betaald, dat doen ze vrijwillig. En de 12-jarige Lieke die doet al een reddingszwemmen en later als ze groot is zal zij het allerliefst zich inzetten als vrijwilliger bij het KNRM. Oftewel de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. We zijn onderweg naar Lieke en die zit nietsvermoedend thuis lekker op de bank chillen. Maar als je vrijwilliger bent bij de KNRM, dan word je zomaar ieder moment opgepiept. En wat wij ook willen is jou kunnen oppiepen. Dus abonneer alvast even op ons YouTube kanaal en zet het notificatiebelletje aan. Huh? Nou, nu nog hopen dat ze thuis is. Hallo. Hallo. Ben jij Lieke toevallig? Ja. Ja? Heb je ook enig idee wie ik ben? Ja. Ja? Nou, dan heb ik de juiste Lieke voor me. Mag ik even binnenkomen? Ja. Ja? Vind je het spannend? Een soort van wel, ja. Oké. Nou ja, ik heb toevallig wel al gehoord dat jij later als je groot bent eigenlijk chirurg wil worden, toch? Ja, mensen gaat beter maken om mensen te, ja, een soort van snijden. Opereren. Ja, dat je daardoor mensen beter maakt. Ja, precies. Nou, dat is op zich al een heel gaaf beroep, maar dat is eigenlijk niet waarvoor ik hier ben. Nee. Want jij wil ook namelijk heel graag vrijwilliger zijn bij het KNRM. Ja. Wat doe je precies bij het KNRM? Nou, mensen redden en dat je als er een boot vast ligt of zo en dat je hem dan ervan af gaat halen of als de motor in problemen of zo zit en dat je mensen redt zodat ze niet op het water blijven liggen. Dat is een gevaarlijk werk. Ja. Ja, maar dat durf je wel. Ja. En waar denk je dat je allemaal goed in moet zijn als je dat doet? Praten en praten? Varen. Handig. Ja. En ja. Nou, geen angst hebben, denk ik ook. Ja, ook. En hoe gaat dat dan precies in zijn werk als je vrijwilliger bent? Moet je daar dan gewoon zelf heen gaan? Of nou, kijk, dan heb je een pieper. Ja. Mijn vader heeft zelf ook een pieper. En als hij dan afgaat, dan moet je zo snel mogelijk naar het boothuis. Oké. En dat je dan met de boot, met de reddingboot, naar die andere boot gaat. En dat je hem dan even helpt. Dus EHBO moet je ook een beetje kunnen? Ja, dat. Ja? En zwemmen? Moet je ook goed kunnen zwemmen? Ja, ik zit zelf ook op reddingszwemmen. Dat kan ik eigenlijk al best wel goed. Nou, dit klinkt allemaal wel heel vet eigenlijk. Ja. Is er een verhaal van je vader wat je echt is bijgebleven? Oh! We worden gepiept! We moeten gaan! Maar wacht je op! Kom, ja, ik moet sokken hebben. Oh, ja, pak je sokken. Go, 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 go! Pieper! We zijn er! Rustig aan, rustig aan. Wat er moeten is we? Er niks aan de hand. Wat is aan de hand? Niks aan de hand. We hebben het even op laten piepen voor een rondleiding hier op het station. En, maar er is nog niks aan de hand. Nou ja, we hebben in ieder geval wel nou een beetje kunnen proeven hoe het is om opgepiept te worden. Zeker. Wat betekent de pieper nou voor jou? Ja, dat je 24 uur per dag stand-by bent om mensen te redden op het IJsselmeer. Ja. Als je bijvoorbeeld in de supermarkt staat, dan moet je snel hierheen. Dus het komt super onhandig uit ook soms. Maar je moet dus ondertussen wel de rust bewaren. Ja, haast tot spoed is zelden goed. Ja, goed om te weten. Ja. En we moeten binnen 10 minuten eigenlijk varen met twee boten. Met een pak aan, de hele uitrusting, ja, alles. Dus hierheen fietsen, pak aan, de kustwacht bellen. Uh-huh. Ja, dan is het de actie. Er moet een hoop gebeuren in een korte tijd, als ik zo hoor. Maar daar zijn we op getraind. Ja. He, die pieper is gegaan en dan komen die mensen op en dan kan ik al kijken van, oh, ik heb genoeg bemanning. De eerste die binnenkomt, die vliegt naar de grote boot om de boot gereed te maken, zodat we weg kunnen. Ja, precies. Nou, hier komen we dan in de pakkenruimte. Hier hangen onze pakken 24 uur per dag te drogen. En wat is er nou zo bijzonder aan zo'n pak? Nou, dit pak heeft heel veel drijfvermogen. Zo. Als je dit koordje aantrekt, dan blaas je ook nog op. Dan heb je nog meer drijfvermogen. In onze zakken zit een mes voor als we een tros door moeten halen. We hebben persoonlijk vuurwerk bij ons. Als we overboord slaan, dan kun je zo'n fakkel afsteken. We hebben zelfs een baken bij ons. Op de apparatuur van de reddingboot wordt dan een signaal uitgezonden. Dus je bent eigenlijk, als je overboord slaat, ben je eigenlijk in no time weer, kunnen ze je eigenlijk weer vinden. Wauw. Zo! Dit is onze kleine boot. Met deze boot kunnen we eigenlijk relatief snel uitvaren. We zitten met drie man op. Dat is de stuurman, één voor de navigatie en één die doet de communicatie. Maar weet iedereen dan ook gelijk wat zijn of haar taak is? Iedereen is getraind om op deze boot te varen.
Maar als we dan een oproep hebben, deel ik de mensen in. Okay. Ik waak ervoor dat iedereen aan de beurt komt. Ah ja, precies. Okay. Dus het is ook nog wel een beetje leuk, moet het zijn. Ja, ja, dat is de KNRM sowieso. Ja. En op andere stations, ja, dan heb je ook nog andere vrijwilligers die dan bijvoorbeeld een truck moeten besturen voordat de reddingsboot te water gaat. Moet die eerst naar het strand gebracht worden. Maar dat hebben we hier dus niet. Okay, ja. Je kan gelijk het water op en gaan naar de plek waar het allemaal misgaat. Ja, klopt. Nou, dit is dan de Anna Dorothea, de grote boot. Met deze boot is het echt het sleepwerk en het lostrekken. En hoe hard gaat zo'n boot dan? Nou, deze gaat rond de 27, 28 knoop, iets meer dan 50 km per uur. We zitten hier dan met 5 à 7 man, kunnen we hier aan boord. Mm-hmm. Dus als we hier aankomen, dan moeten we de boot klaarmaken, de boot starten. Maar we moeten ook zo heel snel het pak aan kunnen trekken. Maar ik ben wel benieuwd als jullie dat zou lukken. Oké. Okay. Dus wij moeten dat even gaan testen nu. Ja. Hoe snel we het pak aan krijgen. Ja. Oké. Okay. Nou, laten we erheen gaan. Ja. Nou, ik heb al een paar pakken voor jullie neergelegd. Dit moet en normaal gesproken binnen een minuut aan. Dus een minuut? Ja, schoen uit en dan stap erin. Oké, okay, nou dan tel jij maar af, Ibe. Start. Dit is zwaar. Jullie zijn goed bezig. Dit is zo'n betonpak. Hoe gaat het bij jou, Lieke? Ja, ik hoef nog één mouw. Ja, ik ook. Ik kan alleen mijn mouw weer niet vinden. Oh. Meestal helpen we elkaar even. Hebben jullie dit? Is die... Oh, dat is maar eentje. Nou, inmiddels zijn er al 3 mensen verdronken omdat ik mijn pak niet aankrijg. Ja! In het begin is het even raar, maar ik vind het toch wel knap. Toch wel, hè? Ja. Het is wel echt zwaar. Voor de eerste keer. Het is wel... Heb je daar geen last van als je daar de hele dag mee loopt? Of nee, wij zijn het gewend. Ja, precies. Zijn we nou helemaal ready to go? Of, ja, volgens mij wel. Al is het mooi strak. Dat moet niet in de weg zitten, hè, bij dit reddingsgebeuren. Nee, het zit perfect. Oh! Prio 2, er zit een jacht met motorstoring. Nou, ga even bellen met de kustwacht. Oké, wat nu? Wat staat ons te wachten, denk je? Een boot die heeft haarproblemen of zo. Oké, en die moeten wij gaan redden. Ja. Kom, we gaan erop. Geen chaos. Als jij dan linksvoor gaat zitten, dan ga ik achter. Daar gaan we. Hallo. Hallo. We hebben een zeiljacht met motorproblemen. Hallo. Oh, oké. Okay. Wil je even melden dat de Anna Dorothea en de Palace Noordwijk uitgerukt zijn? Hallo? Ja, en dat doen we als ze net buiten de haven zijn. Oké. Okay. Ja, regen, misschien harde wind. Het IJsselmeer kan zo veranderen, dus het is gevaarlijk van het IJsselmeer. Nou, Lieke, roep de kustwacht maar op. Kustwacht, hier Anna Dorothea. De Anna Dorothea en de Palace Noordwijk zijn uitgerukt voor zeiljacht met motorproblemen. Ja. Roep de Palace Noordwijk maar even op. De Palace Noordwijk, Anna Dorothea. Anna Dorothea, Palace Noordwijk, wil. Willen jullie gaan zoeken langs het strand richting Stoomgemaal? Willen jullie gaan zoeken langs het strand? Bij het Stoomgemaal. Nou, het is best wel spannend. We zijn dus onderweg naar een zeiljacht. We weten niet precies wat de locatie is, dus we zijn vooral om ons heen aan het kijken. En ondertussen hebben wij contact met de kustwacht. En zij zijn volgens mij ook op zoek. Dus het is nu een kwestie van tijd voordat we de boot met motor weg gaan vinden.
dit hem? Nee, hij heet Orange Lily. Oké. Wij komen eraan. We krijgen dus net te horen dat de andere boot de boot gesignaleerd heeft. Dus we gaan er nou zo snel mogelijk naartoe en dan hopen dat het niet te ernstig is. Bijna gezonken, niks meer van over. Ik overdrijf een beetje. Overdrijf een beetje. Ja, bijna. Yes! Woo! Zoals je ziet zijn ze nou de boot aan het trekken. Met een touw doen ze dat. We zien daar een supper. Een supper? Ja. Een noot? Die zwaait naar ons. Ja, dit ziet er wel vrij serieus uit als ik eerlijk ben. We komen er aan! Rij met Rick nog op, hè? Vrouwen gaan nu even het net gooien. Nou, ze zijn nu bezig met het net uitrollen waar zij dan in kan gaan liggen. En dan rollen we er zo aan boord, als het goed is. Rijn, deze vasthouden. Welke? Deze. Deze. Ja. Ja. Ja, ik heb hem. Hier mevrouw. Gaat super. Tel ik. En dan gaan we draaien. 3, 2, 1. Zo mevrouw, u bent aan boord. Gaat het? Ja. Bovenop. Ja. Kunt u zitten, mevrouw? Hoe gaat het, mevrouw? Ik heb koud. Heel koud. En wat is er aan de hand met u? Ja, ik viel in het water. Ik kwam er niet meer op door de wind. En de hoge golven kwam ik er niet meer op. Ja. Helemaal aankleden. Wordt het al wat warmer, mevrouw? Ja. Nou, wat een ervaring was dit, joh. Nou, jullie hebben het echt fantastisch gedaan. Ja. Nou, ben ik wel nog benieuwd naar één ding. Wat voor opleiding moet je nou eigenlijk hebben gedaan om dit te mogen doen? Begin met vaarbewijs 1 en 2. Oké. EHBO. En dan ben je een aantal jaren, we hopen meestal 3 jaar op proef. Ja. Opstappen proef. En dan ga je eigenlijk in Muiden, bij het hoofdkantoor van de KNRM, ga je voor een week in training. Ja. En dan ben je definitieve opstappen. En dat mag vanaf welke leeftijd? 18? 18 jaar. Vanaf 18 jaar. Oké, nog een aantal jaartjes. Ja. Maar dan ben je helemaal ready. Ja. Nou, jongen, dankjewel voor vandaag. Ja. Ik vond het super vet. Ik ook. En jammer dat je niet in Lemmen woont, want anders had ik een nieuwe opstappen. Dat denk ik ook wel. Dan was ik wel even langsgekomen. Hey, tot ziens. Yes, dankjewel. Poeh, nou Lieke, gaan wij maar eens even napraten, hè? Ja. Nou, het ging je allemaal goed af. Ik zag wel één dingetje wat niet heel soepel ging. Nee, die ging niet soepel. Ging niet soepel, maar daar kun je nog wel even op oefenen. Ja. Daar heb je nog best wel lang de tijd maar voor. Maar de tweede keer ging wel. De tweede keer ging wel, inderdaad, heel goed. Ja. Maar nu is de vraag van de dag. Wil jij nog steeds, later als je groot bent, ondanks dat het onbetaald is en vrijwillig, werken bij de KNRM? Ja. Ja? Ja. Dan is deze dag helemaal geslaagd. Ja. En ik denk dat ze daar heel blij mee gaan zijn, want ze hebben namelijk in Nederland 45 reddingsstations en varen jaarlijks zo'n 2500 keer uit. Zo, dat is best wel veel. Ja, dus ze gaan je nodig hebben. Ja. Wat ik wel nog even ga doen, is kijken of jij een beetje hebt opgelet vandaag. Door een aantal vragen te stellen. Oké. Ja, ben je er klaar voor? Ja. Hoe lang duurt de opleiding als vrijwilliger bij de KNRM? Ongeveer 3 jaar. Ongeveer 3 jaar, dat is helemaal correct. Dan gaan we door naar vraag 2. Met wie leg je contact nadat er een melding is binnengekomen? Nou, met de andere boot en met de... hoe heet het ook weer? Wacht even, hoe heet het ook weer? Hier aan de Zeeuwse. Aan de kustwacht. Helemaal goed. Oké, en dan heb ik nog een kijkersvraagje voor de mensen thuis. Waar staat KNRM voor? Laat het weten in de comments. Ik heb nog een cadeautje voor jou.
Boom! Dit is het spel El Dorado. En het gaat erom wie als eerste de gouden stad bereikt. Alsjeblieft. Dank je wel. Hier is voor jou. En zit jij nou thuis te kijken en denk jij, ik wil ook weten of mijn droomberoep daadwerkelijk bij me past? Dat kan. Dan geef je gewoon op de site van Later Als Ik Groot Ben. En wellicht zie ik jou volgende keer. Dankjewel voor het kijken. Doei. Doei. Zullen wij nog even varen? Je hebt net even gestuurd, zag ik. Nou, ik weet niet of dat mag. Nee? Kijk, nu stiekem. Ik voel me echt een Oompa Loompa in dit pak. Later Als Ik Groot Ben is mede mogelijk gemaakt door De Zoektocht naar El Dorado. Bereik als eerste de Stad van Goud. En de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij.